FC Utrecht is afgereisd naar Amersfoort, waar het oefent tegen Amersfoorts elftal. Team dat bestaat uit spelers die links of rechtsom allemaal wel een link hebben met de provincie. Utrecht komt vroeg op voorsprong. Hoekschop van Derezili Sanchez Fernandez. Thomas Iago krijgt zijn voet tegen de bal. 4 minuten speeltijd en de stand dus 0-1. Dit is Mats Seuntjens. Houdt de bal goed bij zich. Wat heet, steekt Sanchez Fernandez weg. Victor Jensen is mee. Die zou de bal hier kunnen krijgen, maar dat gebeurt niet. En zo wordt er een flinke kans voor Utrecht. Toch wel om zeep geholpen. Brouwers naar Romani. Die steekt El Karouani weg. Linksback die even inhoudt. Want daar is Jensen. Schot van de Deen. Maar ook een keurige redding van Kyle Willemsen. Doelman deze eerste helft bij Amersfoorts elftal. Utrecht voert de druk op in die openingsfase met Jensen en Seuntjens. Die gaat over het been. En inderdaad, dan gaat de bal op de stip. Wat weinig op af te dingen. Kyle Willemsen, doelman van Amersfoorts elftal. Oog in oog met Mats Seuntjens. En die laatstgenoemde faalt niet. Ja, de vaart is oké. De richting goed. 14 minuten gespeeld. En hij brengt de stand op 0-2. Sanchez Fernandez naar Jensen. Mooi hakje. Sanchez Fernandez naar Seuntjens. En zo heeft het bij Vlagen toch wel een beetje weg van pingelen in de provincie. Een pauke teamgoal van de mannen van Silberbauer. Half uurtje gespeeld. En Seuntjens zorgt met zijn tweede dus voor de 0-3. Vrije trap voor FC Utrecht. Luc Brouwers kijkt, ziet, doet en scoort. Ja, we maken veel gekke dingen mee in de voorbereiding zo nu en dan. Nou, deze goal hebben we alvast binnen. Heeft veel weg van het doelpunt van Urbi Emanuelsson. Een paar seizoenen geleden in een oefenduel op bezoek bij Elinkwijk. En inderdaad, een goal als deze mag je best even vieren. Jensen. Weinig ruimte voor het schot, maar toch gevonden. En in de korte hoek ook een goede redding van doelman Willemsen. Zo blijft een vijfde treffer deze doelman bespaard. Gaan we naar de tweede helft. Compleet nieuw FC Utrecht qua namen. Datzelfde geldt voor Amersfoorts elftal. Dat nu wel op een 0-5 achterstand komt. Ai. Arme Daan Broeren. Doelman uit Leusden. Dit gun je ergste vijand niet. Gaan we naar de 70ste minuut. Tweede helft die toch wat minder attractief is dan het eerste bedrijf. Grote kans voor Jesse van der Haar. Jonge spits die zijn hoofd niet lekker tegen de bal krijgt. Boezeit met de hoekschop. Ja, het geluid is heerlijk. Mike van der Hoorn met de kopbal op de lat. Maar zo blijft een zesde Utrechtse treffer voorlopig dus uit. Bosdogan vindt Azarkan. Mooi spel tussen de linies. Kleiber met de voorzet. Ja, sommige supporters vragen heel enthousiast om een omhaal van Ramselaar. Maar die kiest wijs voor een technisch verfijnd uitgevoerde diagonale kopbal. Ramselaar scoort het in zijn Amersfoort. En de 0-6 nu dan wel een feit. In de slotfase van de wedstrijd gaat Utrecht ook nog op zoek naar een zevende treffer. Op het veld van VV Amsvoorde. Kleiber met de voorzet. Zo belandt die bal voor de voeten van Boussaïd. Nu een goede redding van doelman Daan Broeren. Van der Haarden nog in de nastoot, maar een zevende treffer die blijft uit. De pitch invasion is daar. Het is tijd voor de handtekeningen en foto's. Heerlijke aftrap van deze voorbereiding, 0-6 in Amersfoort. Ja, tuurlijk. Ik geniet altijd als ik op het veld sta. En een wedstrijd is natuurlijk altijd het mooiste. En dan geniet ik er ook wel van, ja. Uitsloven, gelijk 2 goals. Ja, daarvoor sta ik er wel, toch? Dus, ja, 1 penalty. Ja, gewoon normaal ingeschoten, denk ik. En die andere was een hele mooie aanval van ons, denk ik. En ja, daar ben ik gewoon in het eindstation. Wim Brandt Ree mogen maken. Na 15 maanden blessureleed. Ook nog wel bij Jongen natuurlijk tussendoor gespeeld. Maar bij het eerste is het mijn eerste wedstrijdje weer na 15 maanden. En dat is zeker bijzonder. I'm happy for all goals in a different ways. I don't know. Look, seeing from the middle and taking the chances is not something that happens every game. Voor de alsmaar drukker, ben je nu al populair, zeg? Ja, dat komt allemaal door jullie. Is het de camera of is het Mats? De camera. Ja. Nee, het is Mats. Oké. Ja, ik hoop nu mijn kansen kunnen krijgen en ook te kunnen pakken. En ik wil natuurlijk uiteindelijk zoveel mogelijk wedstrijden weer gaan spelen. Maar daarvoor moet ik natuurlijk eerst de plek weer zien te veroveren.
En de trainer vertrouwen geven in mij. It was a very nice atmosphere here. A lot of people, a lot of kids around. So it was a good day. Vind je mooi, hè? Yeah, of course.